Farioli schenkt klare wijn bij Ajax en gaat daarnaast voor een transferstunt, PSV in lastige spagaat En Ter Kloes stelt zich keihard op in Hansko deal. Goed dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Dandew. Here we go. Simon, Sibans. En hij valt erg in. dan toch. Gaan we berg met een geveldige boeien. Belly go! Belly go! Nietzsche de no maar kom op geen enkel feestje. Even normaal hoor. Is het Dande? Goedemorgen jongens, Daan en Kai. We gaan uh, meteen lekker beginnen, want we hebben volgens mij een bomvolle uitzending. En dan beginnen we in de hoofdstad, want daar is het nooit saai. Toen kwam gisteren het bericht Farioli. bezig door de selectie. Vier spelers, die hebben, is geen plek meer voor uh, bij, het, bij het eerste. Noemen ze even op. Owen Wijndal, Bona Sosa, Silvano Vos en Benjamin Tahirovic. Best wel opvallende namen toch ook. Wat is de opvallendste naam die jullie in het rijtje uh, zien? Uh, voor mij misschien Wijndal. Uh, dat ik misschien had gedacht van, uh, dat is iemand die het bij Antwerpen nou ja, uh, volgens mij best redelijk heeft gedaan. Ook niet per se dacht dat hij, hij, speelde ook in de voorbereiding ook nog wel. Uh, Tahirovic, Sosa en, uh, en Vos vind ik wel logischer. Vos zeker ook, omdat er heel veel concurrentie is. Nou, Tahirovic is er dan ook één van, maar uh, als je kijkt, hem, dus manswerk, dat zijn echte zessen, dat is hij ook. Daar is er maar één plek voor, dus dat, wat dat betreft vind ik dat wel logisch. Ja. Ik denk dat uh, als we nou even een paar maanden terugkijken, dat, dat Vos, in, in ieder geval de zaak zaakwaarnemer van Vos, ook wel echt uh, gelijk had als we, als we het hebben over dat hij, dat hij eigenlijk de dupe zou worden van die aankoop van Henderson. Uh, eigenlijk, zo als je erop terugkijkt. Ja, maar zal hij dan ook echt uh, voor een verkoop gaan, ook bij Silvana en Vos? Ik denk dat dat bij die andere drie wel duidelijk is. Hoe zal dat bij Silvana en Vos zijn? Je kan ook natuurlijk zeggen van oké, okay, we stallen hem een jaartje bij een club elders, eventueel gewoon ervaring op doen in de Eredivisie. Ja, wat denken jullie? Of, of zal prima. Ajax toch ook wel echt inzetten dat gewoon alle deze vier spelers gewoon verkocht gaan worden? Nee, Fos verhuren lijkt mij uh, heel logisch. Ja. Uh, een beetje het pad wat je, wat je ziet wat Feyenoord nu veel doet met een aantal spelers. Komen misschien zo nog wel op. Maar dat lijkt me wel logisch. Ik denk dat uh, die anderen, zeker Sosa en Tajovic. Uh, en ook Wijndal, want die heeft volgens mij al een flinke uh, salaris. Ja. Um, ja, dat zijn wel jongens waar, als het even kan, waar ze vanaf willen. En ze willen natuurlijk gewoon graag geld binnenhalen. Kroes heeft natuurlijk heel duidelijk. En eerlijk verteld van, hé, uh, hey, we hebben echt uh, geld nodig, willen we wat uitgeven? Uh, ergens is dat verwachtingsmanagement van Kroes, wat ik dan wel snap. Aan de andere kant geef je misschien wel aan dat clubs zoiets hebben van, joh, ze hebben geld nodig. We kunnen ze voor een, uh, voor een prikkie ophalen. Nou ja. hoeft dat niet, ik bedoel, je zegt ja of nee tegen een bot, maar... Um, dus, wat dat betreft, is wel logisch dat eigenlijk natuurlijk wel geld binnen wil halen. Ja. ja, maar dat meldde de Telegraaf gisteren dat het na twee redenen eigenlijk zijn. Dat één wil je gewoon nu wel duidelijk signaal afgeven aan deze spelers, en ze ook toch wel een beetje richting die uitgang duwen. Maar dat ook nu met de komst van Bergwijn en Brobbie terug naar hun vakantie, dat die selectie gewoon te groot is. Ja, daar staan we normaal zitten. Uh, ja, precies. Er werd uh, zelfs gezegd dat op de trainingen dat er zelfs spelers gewoon reserve zaten als er 11 tegen 11 werd gespeeld. Ja, dat kan natuurlijk niet meer. Um, ja, dus, dus daar inderdaad... voel je je zo veel lul. Dat is normaal. <laughs> ja, <laughs> ja. heb jij ook mee Meegemaakt of niet? Ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik heb wel eens meegemaakt dat het jongens het moesten. En dan, dan was je wel blij dat je dat, je dat niet was in ieder geval. Ja. Ja, ja. Als je dan net nog nummer 20 bent, dan gaat het nog wel. Maar als je echt op de bank moet zitten tijdens de ja, dan wil je eigenlijk dan wil je ermee kappen, ja. de weer mee kappen. Jij is het echt dan dat jongens ook echt op de bank zitten, of gaan ze dan een beetje Nee, Dan gaan we wat anders doen met een looptraining bijvoorbeeld. Of, of je, er wordt wel wat verzonnen, maar dan voel je je natuurlijk wel voor lul gezet dat je met een groep gaat, gaat trainen en er is geen plekje voor jou in de 11 elf. Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Geen met een gigantische klok, ja, dan, voor, dan heb je er geen zin, dan heb je er echt geen zin meer. Nee. Hey, jongens, nee. en de eerste week van Varioli, dan zijn we in ieder geval wel de conclusie kunnen wel trekken dat hij durft wel harde beslissingen te nemen. In navolging ook natuurlijk de beslissing vorige week voor de keuze van Pasweer, nu deze beslissing. Dat is wel een conclusie die we al kunnen trekken, toch? Ja, ja nou inderdaad, ook nog even over die, over die beslissing voor Pasveer. Er is dus ook uh, wel ge, uh, gecheckt door Kroes nog bij, bij de staf of, het wel echt, uh, of iedereen wel achter die beslissing stond. Ja. Uh, dus dat vond ik nog wel opvallend dat dat dan... Uh, ja, ik weet niet of dat dan echt achter de rug van Farioli om is gebeurd. Maar in ieder geval, uh, ja, heel de staf stond wel achter die keuze, omdat hij gewoon uh, communicatief het, uh, het sterkst is en die, en die verdediging gewoon goed kan neerzetten. Ja. ja en, en, voetbal het niet onder zou moeten doen voor Ramai. Dat was donderdag nog niet heel veel van te zien. Maar ja, het, is wel, het blijft. Ik vind het een, een opvallende keuze, blijft het wel, zeg maar. Ja, nog even kort over die uh, keeper situatie met Ramai. Wat is nu precies de situatie? Hij staat er volgens mij redelijk goed ook op bij andere clubs. Is er veel interesse? Ja, Er was nu ook wel sprake van, uh, eerder zijn al hè? City, Chelsea uh, genoemd, er was nu ook sprake van Genoa. Uh, tegelijkertijd is bij Genoa wordt ook weer uh, de GEA genoemd, dat hij toch weer uh, uit, zijn, uit zijn pensioen komt. Uh, nou, die is transfervrij, lijkt me... Ja, de vraag is of dat dan een goedkope optie is, want ik denk niet dat de GEA het voor heel weinig uh, doet. Een salaris zou je ho veel hoger in de boom zitten. Um, ja, Ik vraag me af of dat nou... Dat is niet de eerste club waar ik aan dacht, waar Ajax hem uh, direct aan zou verkopen. Ik denk dat die ook niet uh, heel veel financiële middelen hebben als inderdaad al uh, dat die kloof uh, qua salaris. De Gea is eigenlijk nooit in de buurt geweest uh, volgens uh, uh, Romano. Uh, nu, nu werd ook Fiorentina genoemd voor de Gea, maar ja, ik denk dat uh, als je Genoa bent, dan kan je niet zomaar even 15 miljoen neerleggen voor Romain, dus dan is het ook maar de vraagteken of, of Ajax dat wel moet willen. Ja, maar uiteindelijk heeft Ajax ook wel echt uh, geld nodig om te handelen op die transfermarkt. Daarom dus ook die beslissing van, uh, van, dit, uh, van de keuze van Farioli voor deze vier spelers, wat we op het begin noemden. En dan kan Ajax pas echt gaan handelen op de transfermarkt. En toen kwam afgelopen weekend het bericht dat Ajax geïnteresseerd is in de transfervrije Sergi Roberto, oud-aanvoerder van FC Barcelona vrij opvallend, toch? Of niet? Ja, eerst is natuurlijk Eriksen genoemd. Een beetje, denk ik, in een vergelijkbare rol. Ik denk dat bij uh, en, en bij Ericsson komt nu een beetje naar buiten dat hij in ieder geval zelf niks te horen heeft gekregen van United. Uh, en dat hij gewoon wil blijven en op zo hoog mogelijk niveau wil spelen. Sergio Roberto lijkt mij uh, ja, als dat lukt, lijkt me perfect voor Ajax. Lijkt ja. me echt een top aankoop. Maar dan uh, zeg je wel wat, als het, als het gaat lukken, want ze hebben serieuze concurrentie. Ja. Muno Deportivo meldt ook Aston Villa, West Ham, dus clubs uit de Premier League, ja, die natuurlijk gewoon veel meer middelen hebben om hem ja. binnen te halen. Maar dat Ajax wel de meeste moeite erin stopt om hem echt te overtuigen. En dat hij bij Farioli echt kandidaat nummer één is om hem binnen te halen. Ja, ja. Je, hoopt, je hoopt een beetje op de kruiflink ook. Dat dat nog uh, meespeelt bij Ja, Ik denk dat het, uh, ook wel, dat het ook wel logisch is dat, dat uh, Ajax natuurlijk het meeste moeite doet. Want ze hebben gewoon de minste financiële middelen. Dus ze, ze moeten ook wel meer moeite doen om zo'n jongen binnen, binnen te halen. Um, ja, ik ik schaar het echt in, in, in de categorie zeg maar, van de buitenkantjes. Zoals ook een, een trouwre, maar dan nog ja, wel, wel een stukje hogere categorie natuurlijk. Um, maar ja, het miljoenen salaris wat hij heeft, dat blijft denk ik gewoon een lastig verhaal. En het is logisch dat ze moeite doen inderdaad, maar uiteindelijk vond ik het altijd het belangrijkste dat de moeite, welk bedrag er op, uh, op, op, op het papier stond. Ja. Uh, en je hebt echt het gevoel ook dat de club heel veel moeite doet als daar ineens 3 miljoen staat in plaats van 1 miljoen. Dus wat dat betreft legde ik dat ook altijd uit. Ja, of en al als je iets. voor Ajax kiest, dan is het echt voor het sportieve plaatje. Maar dat rijmt dan toch niet helemaal met het interview van Beuker en Alex Kroes afgelopen week, dat ze hebben gezegd van oké, okay, we moeten ook in salaris, moeten we gewoon 35% naar beneden. Ja, kan ja, ik, je dan ik, dat soort bedragen ik, nog, nog nu wel maar gaan? Ja, een bedrag. Nou, daarom zei ik een miljoen bij Ajax bijvoorbeeld. En, ja. en uh, STF wordt, is 3 miljoen bij West Ham. Ja. Ik noem maar even wat, hè. misschien. Uh, nou, hij verdient uh, zijn laatste jaar bij Barcelona, die 5 miljoen ongeveer. Ja. Uh, nou ja, Bergwijn verdient uh, 4,6. Die vergelijking trok uh, Ruben vorige keer ook al uh, met Eriksen. Ja, dat, uh, dat gat was met Eriksen een stuk groter, dus wellicht dat uh, als, als een Roberto Water bij de Wijn doet, dat, het dan, uh, dat hij dan over te halen is. Ja. Ja. Nou, en in de Spaanse media wordt gemeld dat hij in de komende dagen in ieder geval een uh, beslissing zal maken, dus dat daar snel duidelijkheid uh, over gaat vallen uh, wat, hij, uh, wat hij gaat doen. Gaan we vanuit Ajax door naar PSV. Daar uh, beginnen we weer met Jerry Schouten, jongens. We hebben het heel vaak natuurlijk gehad, ook in de andere afleveringen van de deal, over die vraagprijs. Na dat goede EK, wat moet PSV nou voor een vragen? Nou, nu is bekend geworden, Paris Saint-Germain is gecharmeerd. Nog geen officieel bod uitgebracht, maar dat heeft PSV en Ernst Stuart toch wel redelijk aan het, uh, aan het denken gezet. Het schijnt ja, dat die wel geld hebben, hè, Paris Saint-Germain? Het schijnt dat die <laughs> wel geld hebben en dat weet PSV volgens mij ook wel. Maar die zitten dus best wel in een spagaat van wat moet wie mee? Wat als Paris Saint-Germain echt concreet gaat worden? En nu schijnt Ernest Toet echt wel aan een bedrag te denken rond de 60 miljoen. Fors prijskaartje. Begrijpen jullie? <laughs> ja, als je 60 miljoen verschouten kan krijgen, dan. Uh, we zijn met z'n allen verschrikkelijk ver Verschouwten. Ja. Oh, dat lijkt me eigenlijk. Gooi me ondertussen een, een glas omver. Um, ja, 60 miljoen. Ik kan me ook niet voorstellen dat er nu 60 miljoen verschouten... op de Nee, maar begrijp je dat PSV dat, dat, dat prijskaartje om zijn nek kan? Want het is nu dus inderdaad ook wel de keuze dat PSV aan de andere kant ook wel denkt. Ja, een 27-jarige speler. Heel veel meer gaat hij niet opleveren dan die 60 miljoen. Wat als Paris Saint-Germain straks wel gewoon echt op de stoep staat. met een hele grote zak geld. Ja, en en dat het in de buurt komt wel van die 60 miljoen, is dus echt 50 miljoen plus. Dan ja, wat weg. moet je dan doen, Kai? Dan is, die weg. Dan is hij dan weg. En dat moet je ook doen. Ja, ja en dan moet je, je, je kan hem ook niet uitleggen dat ze een bod van 50 miljoen. Uh, dat ze dat weigeren. Uh, ja, dat, dat lijkt me heel makkelijk. Dat, en dan moet je gewoon maar zorgen dat je een goede klaar is. Maar waar leg je die grens dan? Uh, ja, dit, dit is gewoon het spel, ook wat, wat, ja. uh, wat PSV speelt natuurlijk. He, je moet er wel hoger gaan, gaan, gaan zitten dan dat het waar het uiteindelijk op uitkomt. Als, als club zijnde die dan de speler heeft. Uh, dat dus, ja, gaat een 40 ook wel heel erg wijzigd. Ik wou net zeggen, hij heeft gewoon doen. een vierjarig contract nog. Dus dat is waarschijnlijk waarom ze dan zo hoog in de boom gaan zitten. Maar hij is inderdaad 27. De restwaarde over een jaar of twee jaar is een stuk minder, denk ik. En hij is nu gewoon hot, omdat hij het goed heeft gedaan op het EK. Dus ja. Staat zelf ook wel open voor een transfer, mits het wel echt een club is die hem heel goed die zich verdiept heeft in zijn speelstijl. Hoe hij hoe daar past, oh, Dat gaat bij dat volgende uh, kopje om. Um, maar dat is voor hem dus ook wel heel belangrijk. Maar staat hij daar dus wel voor open? Wij hebben hem op het EK, bij hem in Wolfsburg uh, ook nog gesproken. Heeft hij ook heel duidelijk zijn keuze juist voor PSV uitgelegd. Dat ook echt wel een familieman is dat hij oom zou worden. Nou, nu wordt hij zelf, uh, wordt, hij, wordt hij vader. Nou, het is, wel, is niet zo ver gelukkig. Het is wel een gevoelsmens, dus hij zal die optie wel heel goed afwegen. Maar ja, met dit soort bedragen, dat kan je dan... Uh, Ik dan denk dat hij, hij heel graag doen. weer uh, naar nou, ja. de absolute top zou het is gewoon ja. een transferrecord ook hè, voor PSV. 42 miljoen uh, voor Gakpo hebben ze uh, gekregen, is dus, uh, 50 miljoen, dat zou gewoon echt een hele mooie deal zijn voor ze. Ja, ja, nou, zeker gaat... voor een verdedigende middenvelder. Ja, dus dat gaat een hele spannende tijden in ieder geval in Eindhoven worden en, en zal het dus ook echt wel een keuze vanuit PSV gemaakt worden. Ja, vanaf welk bedrag ga je, ga je wel toehappen en is de kans wel echt aanzienlijk groot dat uh, Paris Saint-Germain die interesse door gaat zetten en met een, uh, met een bot richting Eindhoven komt. In Eindhoven, voordat de Johan Cruijffschaal gaat beginnen aanstaande zondag, Er zijn nog een laatste oefenwedstrijd tegen Valencia, 2-1 gewonnen. Um, zag er goed uit, maar ook wel een beetje kopzorgen rondom blessures. Maros Junior viel na zeven minuten al uit met een hamstringblessure en vlak voor, het, voor de rust ook uh, Boszakli die uh, met een schouderblessure uitviel. Dat lijkt mee te vallen, maar Maros Junior echt wel een aantal weken aan de kant. Nou, en in het verlengde daarvan natuurlijk Sergio die nog wel echt een aantal maanden is uitgeschakeld. Er zijn er best wel kopzorgen, met name over die linksbackpositie. Um, en wil PSV naast de interesse die natuurlijk al bekend is in Sepp van der Berg echt nog wel de markt op. Voor een extra linksback. Ja, alleen Uppengard is nog over eigenlijk. Die voorgaat natuurlijk bij uh, Heracles uh, Komt wel tekort op. Uitgeleend. Dat is niet uh, de linksback waar PSV dit seizoen uh, uh, de Champions League mee wil. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Uh, het is wel een heel lastig. Want DES heeft natuurlijk gewoon getekend. Dus die is er dan. Nou, wat zou er er zijn in de winter? Hoe ja, die wordt wel rond de, inderdaad uh, in de winterperiode weer terug verwacht. Ja, dus uh, het lijkt me realistisch dat je iemand uh, voor een jaar huurt. Uh, dat lijkt me de beste optie dan heb je gewoon als je dan een hele goede kan huren die speelt dan een jaar maar ja dat is tegelijkertijd ook weer een hele lastige ja. uh, dan moet je misschien kijken bij de topclubs dat er net iemand buiten de boom valt zoals uh, man united die regulon van, van Spurs. speurs dat is je, dat bizar soort... had ik ook uitgezocht ja, ja, dat, dat uh... zijn een beetje de, 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 de spelers waar je naar kijkt want in nederland zijn er denk ik ook niet veel backs nog die waar psv nou echt uh, uh, warm van wordt ja, als maar. ze zelfs niet verlengen met een uh, met een, uh, van de Aanholt, die ze gewoon eigenlijk ja. uh, yeah, te duur die vond die heeft onder. nog niks ja, nee, precies. Het dus zou ineens nog nu Was, wel interessant ja, kunnen zijn. Maar... Ja, dat zou ja, ook, ook goed omdat principe. hij op zes kan. Uh, tenminste, daar heeft de Bos hem wel uitgeprobeerd. Dus dat zou kunnen. Maar dan zou, denk ik, uh, van aanhoudt wel water bij de wijn moeten doen. Omdat hij, uh, Zo vond hem nu gewoon te duur om, uh, om uh, op de bank te, te zetten. Zeg maar ja. maar ja, als al die gasten gewoon fit zijn bij PSV. dan heb je gewoon best wel een brede. ook zelfs nog een brede achterhoede. Maar ja, er zijn gewoon veel blessures. Ja, ook met Obispo. Ik weet niet of je die had je die ook al genoemd. Die natuurlijk ook gewoon nog uh, in de blessure zit. Dat Lopt. had ook ja. eventueel nog een alternatief geweest als linksback. Zou je ook wel even tijdelijk in kunnen vullen. Dus dat is. Uh... Ja, dat er moet wel wat bij, denk ik. Ja, zijn er nog meer interessante opties die, denk je, op een lijstje staan in Eindhoven? Ja, nou ja, ik had uh, toevallig wijze dus ook gewoon uh, ja. precies uh, Region genoemd. Die heeft nog een jaar contract bij uh, Tottenham, uh, 27. En is al veel ver verhuurd de afgelopen jaren. Dus dat zou uh, denk ik een hele mooie optie zijn voor PSV. Maar uh, dat een, speelt nu uh, natuurlijk totaal niet. Dus, uh, iets wat wij uit de ogen goed hebben getoverd. Ja, absoluut. En uh, dat er in ieder geval moet komen in ieder geval moet komen in die defensie, is duidelijk. En daarom uh, we noemden hem al even Sepp van den Berg. Uh, daar hangt PSV natuurlijk al uh, langere tijd hebben ze daar interesse in. En vorige week hebben zij zich officieel gemeld in Liverpool. Met een bot. Een bot van officieel die 10 miljoen bedraagt, maar nog wel met bonussen kan oplopen nou, tussen de 12,5 miljoen en 15 miljoen euro. Maar dat Liverpool heel duidelijk heeft gezegd: nee, we willen echt minimaal 20 miljoen. Dat is echt het bedrag wat we voor hem, voor hem verlangen. Terwijl PSW niet verder wil gaan dan 15 miljoen. Ja, en eigenlijk de conclusie wat we al aan het begin zeiden: dit kan wel echt een transfer gaan worden van de lange adem. Hè? Dat dit pas misschien echt in de laatste week van augustus uh, gaat vallen. Ja, ja, nee, zeker inderdaad. Uh, kijk, uh, er wordt wel gezegd, gewoon, het, is, het zou een hele goede aankoop uh, kunnen zijn voor PSV. Uh, rechts centraal, uh, daar hebben ze gewoon iemand nodig. Dat was eigenlijk vorig seizoen al heel, heel het seizoen duidelijk. Uh, ik, ik blijf het toch wel opvallend vinden, deze transfer. Omdat ik heb hem toevallig een half jaar geleden, heb ik hem in, tenminste ongeveer in februari, heb ik hem gesproken. En toen gaf hij toch echt duidelijk aan dat uh, Ajax PSV fijn, dat hij het allemaal wel leuk vindt. Maar dat, dat hij eigenlijk het buitenland dat het hem veel meer trekt. En dat hij eigenlijk tegen de absolute topclubs wil spelen in de Bundesliga. En er, ja, daar lijkt hij nu toch wel op uh, terug te komen. Want hij staat wel echt open voor een transfer naar PSV. En dat is wel duidelijk. Ja ik denk dat hij ook toch uh, kijkt naar zo'n schouder die bij Bologna anoniem speelt en natuurlijk net zo'n goede speler was. De, hè, dat jaar vlak voordat hij naar PSV kwam, was dat hij afgelopen jaar was. En schouder is spelen op het EK ja. en je ziet hoe dat kan gaan. Uh, en ik denk ook dat hij uh, heel erg past bij de speelstijl die Peter Bos uh, hanteert. Dus ja, ik denk dat hij echt zo heel naar gekeken heeft van ja, weet je wat, ik moet het misschien maar gewoon doen. Een garandeerde acht wedstrijden in de Champions League. Ja. Niet ja. heel en zou voor PSV ook een uitkomst zijn. Als je even verder kijkt, stel je voor, je verkoopt echt schouten nog. En dan kan je misschien wel denken dat PSV dan toch maar die 20 miljoen, richting die 20 miljoen betaalt. Uh, dan zou je Flamingo eventueel ook nog als 6 kunnen gebruiken. En dan kan Van der Berg gewoon achterin. Ja. Dus wat dat betreft is het, wel een, uh, is het ook wel een hele belangrijke voor PSV om even een rechte centrale te halen. Zodat Flamingo ook uh, wat makkelijker daar weg te halen. Is en eventueel op 6 kan spelen. Ja, vind jij het een, een realistisch bedrag, ook die 20 miljoen? Ah, 20 miljoen is eigenlijk uh, te veel. Is voor, voor een aankoop voor PSV zou je het liefst inderdaad, tegen die 5 miljoen zou je daaronder willen blijven. Uh, ik vond het vorig jaar al best wel, hè, voor, voor lang en schouten zijn ook wel gewoon serieuze bedragen betaald. Ja, aan de andere kant, uh, ja, het is volgens mij ook af en toe een soort stukje inflatie. En je moet daar maar even mee. En als je elk jaar echt weer de Champions League wil halen, ja. Maar voor een centrale verdediger 20 miljoen te veel. Ja. ja, aan de andere kant is het wel lange schouder. We waren wel uh, iets ouder, denk ik. Dus uh, op zich, uh, het is een jonge gast. Dus uh, die kan over twee jaar wel gewoon misschien wel voor... Uh, in ieder geval anderhalf keer zoveel weg, zeg maar. ja. En dan tot slot nog een opvallend bericht over Jason van Duiven. Want Manchester City heeft een bot van meer dan 2 miljoen euro op hem, op, hem, op hem uitgebracht. En hebben het idee om hem vervolgens bij Lommel SK te stallen. Onderdeel natuurlijk van de City Football Group. En uh, um, nou ja, daar lijkt PSV wel voor open te staan. Omdat Jason van Duiven natuurlijk weinig uh, uitzicht heeft op spelen. Minuten achter Ricardo Carlo Peppi en, uh, en Luc de Jong, dus lijkt, uh, lijkt Jason van Duyven te vertrekken naar Manchester City en wordt vervolgens gestald bij het Belgische lommel SK. Gaan we door naar de Dan-nieuws van de dag, jongens? Kai beginnen we bij jou. Ja, dat is uh, de Fransman die het uh, WK. Een keer heeft gewonnen, een paar keer de Champions League gewonnen. Volgens mij vier keer, drie keer kampioen in Spanje. Um, ja, Die wordt uh, de concurrent van uh, Cas Odentaal bij, uh, bij Como. Vriend van de show, Cas Odentaal. Die krijgen we ja. een leuk elftal daar, hè? Ja, zeker. Laten we. In Rijna zitten natuurlijk al uh, Moreno, uh, Fabregas hebben we nu ook Bellotti in, uh, in de spits. Um, dus, Koma wordt, uh, wordt heel interessant om naar te kijken. En uh, laten we hopen dat hij samen met uh, Kas uh, centraal speelt. En dat hij niet ervoor uh, zorgt dat Kas heel weinig minuten maakt. Leuke kleedkamer hoor, hè? Hey. Ja, ja, zeker. Dat is uh, dat zaterdag. Daar kan ik misschien een hoop van leren in ieder geval. Nou, zijn in ieder geval wat <laughs> grote naam, inderdaad. Dat is wel heel bizar. Gaan we door naar jou, Dan? Uh, ik, uh, mijn donnieuw van de dag is uh, Tariq Tissudali. Uh, die gaat van uh, Gent naar uh, Pauwke Saloniki. Die, uh, in 2022 was hij nog dichtbij een, uh, een transfer naar Sevilla. Uh, en toen heeft een kruisband uh, de blessure, heeft toen een uh, route in het eten gegooid. Ook nog door het uh, ozo-legendarische WK van uh, Marokko toen. Dus uh, ja, die heeft nu uiteindelijk toch uh, een mooie transfer te pakken. gaat de volgende van de Champions League in. Dus dat uh, ja, vond ik wel een mooie deal. Mooi. Gaan we dan naar die van mij. Keisuka Honda. Toch wel, mag ik een beetje de legend van VVV noemen, die hier in Nederland heel veel indruk heeft gemaakt. Dus zo natuurlijk een impassante carrière heeft gehad bij, bij mooie clubs. En die spreekwoordelijke schoenen had weer van de Wilgen. Want hij heeft duizend dagen, bijna duizend dagen nadat hij zijn pensioen heeft aangekondigd, heeft hij weer een contract getekend bij Butaan. Een, een land in, in Azië. En het is niet zomaar een contract. Het is een best bijzonder contract. Het is namelijk een contract voor één wedstrijd. En uh, dat is uh, bij Paro FC. Dat is de koploper van de Premier League in Bhutan. En dat is één wedstrijd die op 13 augustus gespeeld wordt tegen Church Boys United uit, uh, uit Nepal. En dat is voor die club een hele grote eer dat hij die, uh, dat hij die, die pot gaat spelen. En het is met name eigenlijk om uh, ja, echt het voetbal te promoten en die club te helpen. En het voetbal uh, uh, ja, beter op de kaart te zetten in Azië. Uh, vond ik ook wel een heel bijzonder verhaal dat hij dus gewoon even één potje gaat spelen, contractje getekend en daarna is het weer goed en heeft hij, heeft hij mooi dat voetbal, voetbal op, de, op, de, op de kaart gezet. Ja, verschrikkelijk goede speler. Bij Milan nog vooral ook uh, door iemand die van VVV en uiteindelijk bij Milan belandt. Dat zie je niet vaak. Echt, echt een goede speler. Dan lachen ze nog op man, om die, deal, die miljoenen deal die ze toen hebben gehad in Venlo. Gaan we door naar, uh, naar Rotterdam. Die hebben toch afgelopen week een redelijke pak slaag gekregen. Van, uh, onder andere van Jelly Pavlides met, uh, met Benfica. 5-0 onderuit gegaan. Ja. Dat deed wel even de wenkbrauw voor ons. Met name dat het na 18 minuten al 4-0 stond. Ja. Ja, ik zat te kijken die wedstrijd. Uh, ik heb hem helemaal nou, zo goed als helemaal uitgezeten. Ja, het was echt niet normaal uh, uh, wat je zag. Ik denk ook wel dat het eenmalig is. Fijn het wel eerder een keer met 7-0 van Kopenhagen verloren. Uh, volgens, volgens mij voor het seizoen ook een keer tegen een flinke nog nederlaag aangelopen. Uh, toen ze met 7-0 voor een weddij kampioen. Werden ze uiteindelijk kampioen. Dus van dat moet je er ook niet te veel conclusies aan trekken. Maar het is wel dat er nog wel wat moet gebeuren in dat systeem. Uh, want dat is misschien wel het belangrijkste: die systeemverandering. Ja. Maar ik ook, ook denk dat er voor een aantal spelers dat het toch wel. Wat wat lastiger wordt om daarin uit te blinken. Ja, maar ja, is het verschil... verschil trouwens met Kopenhagen was toen ook wel dat het volgens mij in het begin van de voorbereiding was. En dat ja. dit toch wel echt de laatste echte test voor. Uh, voor nou, echt ja, echte... Ze hebben, woensdag hebben ze nog de Monaco. Ja. Dus wat dat betreft is dat is dan echt de laatste test. Ze ja. dus waren nog steeds wel bezig met een Getruider die het pas voor het eerst was. Jiménez was er pas voor het eerst. Hunchko. Uh, Hunchko. Maar Ze stonden wel op hetzelfde plaatje. Ze planten er ook niet bij. Hè. Dus dat is ook wel, uh, maar ja, dat ja. is dan door blessure leed. Dus daar heb je zondag natuurlijk ook last van. Alleen ja. Uh, ja, dat is wel een, een kanttekening die geplaatst moet worden. Maar was het spelbeeld ook echt wel zo zorgelijk? als dat de uitslag doet vermoeden. Ja, het was heel zorgelijk, maar het was wel uh, dusdanig, er werden ook wel fouten gemaakt die je best wel makkelijk op zou kunnen lossen. Uh, je zag bijvoorbeeld dat uh, Harnsko als linkercentrale heel snel door ging dekken aan een zijkant en dat Belen dat gat eigenlijk niet dichtliep omdat uh, die zelf een spits had. Nou ja, als hij het wel dichtloopt, dan stond daar achter hem nog Casanvirio, die had dan gewoon die spits op kunnen pakken. Dat soort dingen hè, is uh, misschien een beetje moeilijk om nu aan te horen, maar dat er ineens hele grote gaten tussen spelers waardoor een lopende man van Befica erin kwam en uh, ze, ja, ze creëerden gewoon verschillende veel kansen en eigenlijk bijna alles was ook meteen een doelpunt. Ja. Uh, maar het was wel zorgelijk wat dat betreft. Ja, en dan heb je dus inderdaad ook over dat spelsysteem wat er echt nog in moet slijpen. In hoeverre denk je dat de paniek nu best wel al toeslaat in Rotterdam? Nou, dat denk ik niet. Nee, dat is, dat is nog vroeg. Nee. Ik bedoel uh, inderdaad, uh, Fijn is wel vaker onderuit gegaan in, in een oefende, wel uh, in, de, in de voorbereiding. Dus dat, dat, ik denk niet dat er gelijk paniek is. Maar ja, het is wel een uitslag waar je van schrikt, natuurlijk. Dat, 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 ja, dat, ja. Zo eerlijk mag je ook wel zijn. En ja. ja, wat mij heel erg opviel, wat ik net ook een beetje zei: dat je hebt natuurlijk uh, met dat 3v3 heb je eigenlijk twee jongens die achter de spits spelen, die wat meer op tien staan dan dat ze buitenspelers zijn. En dat vind ik wel heel interessant te zien. Stenks is daar ideaal voor. Uh, maar als Tanks niet meedoet in de selectie, denk ik dat Ivanovic het ook nog heel goed zou kunnen. Maar er zijn natuurlijk wel uh, uh, Moussa en uh, Sauer, bijvoorbeeld, en Pajau, zijn spelers die iets meer gewoon echt buitenspelers zijn. Dus ik ben wel benieuwd of Feyenoord ook daarnaar zit te kijken en denkt: van we moeten misschien toch wat meer uh, een soort nummer 10. Daar wordt nu ook die um, Borna Notte ja. uh, voor genoemd. Dat zou ik wel een sensationele transfer vinden. Die zit nu bij Brighton. Uh, Argentijn, uh, heel echt, echt heel groot talent. Uh, maar dat is wel iemand die dat ook zou kunnen. Dus ik denk wel dat het fijn kijkt dat daarnaar kijkt. Van, hey, misschien moeten we daar nog wat, uh, wat voor halen. En oh, in, zijn er nog wel uh, indirect een mooie rel Die dan eigenlijk. Tenminste, rel Die dan natuurlijk niet echt. Met maar met uh, Minte ook. Uh, oh, Minte. Ja, ja, die moet die, die wel echt goed daar uh, in de voorbereiding of tot twee in, in liggen. Het ja. lijkt toch beter dan dat we dachten, in ieder geval. Zijn er verder nog posities waarvan jullie nu vinden dat. er dat kan natuurlijk ook uitgaan nog het een en ander gaan gebeuren. maar zijn er nu verder nog posities waarvan je vindt dat Feyenoord zich moet versterken? Nou ja, kijk, recht centraal. Als, zeker als, als Geertruida, zeg maar, die wilde hij als wingback gaan uitproberen. Hij heeft hem nu op middenveld gezet, maar hij wilde hem als wingback gaan uitproberen. Uh, en dat snap ik ook wel, want je hebt nu een nieuwkoop staan die ja, qua niveau net niet uh, geno goed genoeg is voor Feyenoord, naar mijn mening. Um, ja, dan moet je toch recht centraal zeker wel gaan kijken als je naar die bestuurgevoeligheid kijkt van, van Trauner. Uh, dan wordt dat wel lastig, want dan heb je nu eigenlijk, had je daar Casanvio staan. Ja, je hebt wel die Mitchell die ze natuurlijk gehaald hebben, waarvan ja. ik wel uh, hoge verwachtingen heb in ieder geval. Tenminste, uh, als je hoort dat hij even finietjes uit de wedstrijd speelt, <laughs> ja, dan raar, is dat ja. wel veelbelovend ja. natuurlijk. Um, maar dat klopt, dat zou inderdaad de positie kunnen zijn als je Gertruida dan niet uh, daar neerzet. En ik denk ook centraal op middenveld, want daar stond Gertruida dan nu. Uh, als je kijkt, Wiever is dan nog niet vervangen. Tegelijkertijd heb je natuurlijk nog wel uh, Timbers Rookie die je daar uh, direct neer kan zetten. Ik heb hoge verwachtingen van Zigjel. Um, dus dat is de vraag hoe echt die noodzaak er is. Maar Wiever is in principe ook nog niet vervangen. Van der Belt is al weg. Uh, Milambo is weg. Allebei, of tenminste, die gaat waarschijnlijk verhuurd worden. Um, dus dat zou ook nog kunnen, centraal op middenveld. Ja, nou, in die wedstrijd tegen Benfica waren een aantal EK-gangers weer terug van de vakantie. Onder andere Hansco, die dus zijn eerste minuten weer dit seizoen in de voorbereidingen van de Feyenoord maakte. Maar voor hoe lang is de vraag? We weten natuurlijk, uh, Atletico Madrid zit op het vinkertouw. dat heeft toch best wel voor wat irritatie bij de kloessen gezorgd. En die, nu is het eigenlijk het laatste bericht dat hij wenst geen, op geen enkele manier zaken te doen met Atletico Madrid. Ze hebben zich met een tweede bot van om en bij 20 miljoen euro gemeld in Rotterdam. En er wordt gewoon niet op gereageerd vanuit de Kloessen. En er wordt eigenlijk ook gewoon gezegd van... ja, onder de 40 miljoen gaan we nog ineens praten. We hebben het heel vaak ook gehad over dat prijskaartje... net zoals bij Schouten, over het prijskaartje van Hansko. Dan is het ook wel terecht toch... dat de Kloessen zich op deze manier opstelt... en dat hij gewoon echt hoog in de boom zit. maar dat, Tuurlijk, maar ik denk dat die irritatie er vooral in zit. Stel je voor, je krijgt een bot van... laten we het even makkelijk houden, van 20 miljoen. En het volgende bot is 20 miljoen plus... als er ooit een keer Feyenoord kampioen wordt... krijg je nog... Een half miljoen extra. Ja, ja dan, dan denk ik toch heel lekker uit. En vervolgens ja, wel in de Spaanse media roepen hoe graag je hem wil hebben. En hij moet elke week volgende week met ons mee op trainingskamp ja. gaan. Hij moet de uh, atleet komen. Dritte wil hem zo snel mogelijk hebben. Daar is hij volgens mij ook niet gevoelig voor te kloezen voor dat soort signalen. Nee, dat lijkt me niet. En Armsco heeft gewoon nog ook een heel lang, uh, langdurig contract. nog, Volgens mij in mijn hoofd 2028 zelfs. Ja, klopt. Um, uh, heeft ook gewoon een uitstekend EK gespeeld. Uh, is de ideale speler, kan linksback en linkscentraal. Ja. Daar moet je gewoon hoog voor in de boom gaan zitten. Ja, ook zeker. Dus al, we hadden het dus net over versterkingen die je dan nog moet halen, maar als Hansko vertrekt, ja, dan verliezen eigenlijk gewoon in één keer twee spelers. Want hij kan dus inderdaad op linksback en links centraal. Ja, dus achter zit ook gewoon op dit moment niks. En nee. ja. maar eens een linksbenige centrale verdediger die, die dat kan. Die zijn er echt heel schaars. Ja, nou en alle uh, Rotterdammers, alle feyenoord fans, die denken daar in ieder geval ook uh, over. Wij waren gisteren aanwezig rondom de Kuip. En toen waren de supporters wel heel duidelijk over het uh, bedrag wat, wat Feyenoord verlangt voor een uh, voor de centrale verdediger. Ja, 40 miljoen, dat vind ik ook. Ja, Minimaal 40. 40 miljoen. Ik hoorde dat die verdediger van Liverpool of zo, die van den Berg, 20 miljoen. Ja dan. Hartsko heeft een goed EK Champions League, kampioen. Dus ja, dus. 40 miljoen vind ik ver prijzen. Want als je ziet welke bedragen er voor spelers betaald worden die nog nooit Europees hebben gespeeld, er wordt 50, 60 miljoen voor betaald. Als je ziet dat je eentje international bent, dat je Europese wedstrijden gespeeld hebt. En waarom zou je dan inderdaad voor een euro 60 miljoen betalen van 18 en iemand anders zelf voor 20 miljoen wegdoen? Dus niet meer dan terecht. Dan nog even kort langs de andere clubs in, in, in de Eredivisie. En dan gaan we nog even naar Nak. Want uh, Ka, jij zat hier afgelopen vrijdag met Ruben en Emiel. Toen ging het over de Ongba-situatie. Toen was het een dan deal, hè? En toen toen nee. sloot jullie af met uh, eindgoed, algoed voor alle partijen. Het is uiteindelijk een deal geworden. Hè. En uh, de partijen kunnen elkaar aan de hand schudden. Niets is minder waar. Daan, de... wat is de situatie? Ja, de soap die gaat maar door. Uh, het leek dus inderdaad een dan deal. Maar uh, uiteindelijk uh, door een medische keuring ging uh, Gent. Uh, of, was het Gent? Gent of Genk? Genk. Genk, die, nou, die, die ging ineens nieuwe eisen stellen... omdat ze het dus niet uh, eens waren met uh, ja, de, de situatie die zich uh, voordeed na de medische keuring, omdat hij dus... Gent, excuus. Okay, ja, ik, nou, ieder... <laughs> ik wou net zeggen. Nou, in ieder geval, uh, Gent ging dus niet uh, akkoord met de voorwaarden ineens. Ze uh, wilde opnieuw om, om tafel, omdat hij dus onder het mes moet. Omdat hij dus, het schijnt, een, een knieblessure heeft. Um, ja, dat valt best te begrijpen natuurlijk. Maar uh, ja, NAC die heeft uh, direct uh, resoluut gezegd van... Uh, we willen niet uh, opnieuw om, om tafel en uh, hij staat bij ons onder contact... Uh, dus dan, dan blijft hij maar gewoon en verwacht hem gewoon weer op de training. Nou ja, ja je voelt hem al aankomen. Die kwam niet, ja, die kwam niet op de training. Uh, die, die heeft zich ziek gemeld. Uh, en... Mentale problemen, denk ik, kan ik me voorstellen. Ja, ja, inderdaad. Er wordt natuurlijk toch een, een transfer door de neus geboord. Uh, de Telegraaf sluit zelfs niet uit dat er een nieuwe. Uh, ja, zeg maar. Een ar, wat is het? Een arbeids. Uh... Conflict. Arbeidsconflict. Wat bedoel je? Ala, ja, hoe uh, Volendam dan met Karel Heiting uh, tegenover elkaar staan? Ja, schoen. precies. Ja. En. Uh, Zaak, een arbitragezaak, ja. dat was het. Een arbitragezaak, uh, dat sluiten ze in ieder geval niet uit nu ineens. Dus uh, dat is ook nog wel. Uh, ja, dat gaat gewoon nog een staartje krijgen. Want nu heeft zelfs dus Anderlecht zich ook uh, ge gemeld om ook nog uh, ja, zich in de transgeschrijd te melden. Dus uh, ja, het is allemaal uh, in ieder geval nog niet klaar. En, uh, de supporters ja, zijn er ook een beetje klaar mee. De supporters zijn er helemaal klaar mee, inderdaad. Want ja, de Telegraaf, Mike Verwij, dat is dus het korte lijntje wat, wat ze dan hebben. Dus. Uh, ja, die hebben een spanning opgehangen bij NAC bij in Breda. Van, uh, door de korte lijntje met Mike Verwij uh, is het, de tijd in Breda voor Onga voor, voorbij. Dus ja, ja dat, uh... Die zijn er zijn duidelijk, uh, duidelijk over. Nou ja, interessant om dit de komende dagen in de gaten te houden. Het zal waarschijnlijk zeker niet de laatste update uh, rondom, uh, rondom hem zijn. Gaan we vanuit NAC nog even door naar, naar Heerenveen. Maar volgens mij, Robin van Persie, een hele goede indruk uh, achterlaten. En Heerenveen een ijzersterke voorbereiding uh, eruit. En dat willen zij heel graag doen met hun smaakmaker, Saroui. En daarom zijn ze heel stellig. Hij is niet te koop voor minder dan 15 miljoen euro. Dat is ook een aardig prijskaartje. Ja, en Zeb Zebawi hebben ze al gehuurd voor Feyenoord. Die het vorige jaar bij Dordrecht heel goed deed. Dus wat dat betreft is de vervanger uh, wel al een huis. Ja, um, ja Heerenveen uh, heeft natuurlijk gewoon een verleden met uh, heel veel goede spelers. Nou ja, noem er eens een paar. Sar ja. bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ejuke hebben ze ook uh, toen voor veel kunnen verkopen. En ook uh, uh, Sulemali natuurlijk aan Ajax. Dus uh, ja, die hebben wel bewezen in het verleden dat ze grote bedragen kunnen krijgen voor buitenspelers. En dus ook dat voor spitsen, voor een Sar. Voordat we hem afsluiten, nog heel eventjes naar Chavi Simons. Ook lang een topic geweest in deze podcast, maar er lijkt eindelijk duidelijkheid te zijn over zijn toekomst. die De Oranje International blijft gewoon bij Leipzig. Die komt het komende jaar waarschijnlijk ook voor hem uit en gaat niet in op interesse vanuit bijvoorbeeld Bayern München. De juiste keuze, denken jullie? Perfect. Hij weet 100% zeker dat hij gaat spelen, dat hij uh, op een plek uh, gaat spelen uh, waar hij zich prettig voelt. En uh, nee, lijkt me, lijkt me ideaal. Ja, precies inderdaad. Uh, hij wil gewoon uh, een leider worden ook. Dat is de volgende stap die hij denk ik moet zetten in zijn carrière. Dus uh, inderdaad gewoon een stukje uh, het team op sleeptouw nemen. Dat heeft hij vorig seizoen best wel aardig al wel gedaan. Maar ja, dat is bij clubs als uh, Bayern München of, of Barcelona is dat denk ik nog wel een stukje lastiger. Uh, plus Paris Saint-Germain wilde hem ook nooit verkopen. Dat is nooit aan de orde geweest. Dus uh, ja, goede nee, en gewoon duidelijkheid voor hem. Dat is Denk ook waar iedereen er nu, nu bij gebaat is. Hè? Ja. Ja. Top. Oké, okay, jongens, gaan we maar lekker afsluiten. Dank jullie wel. Dank voor de luisteraars en de kijkers. Uh, vergeet op YouTube geen blauw duimpje omhoog te geven en de podcast op Spotify te waarderen. En dan zien we jullie vrijdag weer bij een nieuwe aflevering van Daniel. Hoi. Niet zeg je nou op je face, maar kom op geen enkele Even normaal doen. Is het dan dingen?